Klaar. Start van de tweede halve finale 400 meter mannen. De nummers 1 tot en met 3. Die plaats ik rechtstreeks voor de finale morgenmiddag om 2:55. En die winnen de sprong van Daphne Schippers daarnet bij het verspringen. Betekent een verbetering van het Nederlands juniorenrecord. Dat stond op 6,19 meter. En vanaf vandaag is het in de handen van Daphne Schippers. En die afstand van 6,20 meter. Madea Kofor van Farlos Segaard aan de leiding in het bijzijn van Margit Domheide van Groningen. Dat die in de tempo gaat omhoog, de laatste 100 meter. Madea Kofor van Farlos, Margit Domheide, Groningen Atletiek. Margit Domheide, Madea Kofor, Margit Domheide en Maruska Eduarda. Die drie zien wij morgen.